Ik zit op dit moment echt in een hele goede leesflow. En misschien verpest ik het nu door te zeggen dat ik in zo'n goede leesflow zit, maar ik wil toch even kwijt, want ik heb het gevoel dat het hartstikke lekker met lezen gaat. Ik heb echt mijn draai gevonden. Luisterboeken, e-books, normale boeken. Alles komt aan bod in mijn leeslijst. Volgende week ga ik delen welke boeken ik heb gelezen in het eerste kwartaal van 2021. Maar omdat het nieuwe kwartaal eraan komt, dacht ik wil mezelf uitdagen en wat boeken op een rij zetten die ik in het volgende kwartaal wil gaan lezen. En ik dacht, ik ga een hele stapel samenstellen. Dus echt een stuk of 10, 15 boeken. Maar toen dacht ik ook wel, er komen ook super veel leuke boeken uit in het tweede kwartaal van 2021. Bijvoorbeeld het nieuwste boek van Lucinda Riley. Waar ik het eigenlijk altijd over heb. Dus ik dacht, ik pak er 5. En dat is ook een stuk laagdrempeliger. Dus als ik het niet haal, stel dat ik een hele grote stapel samenstel, dan is het echt super vervelend als ik het niet haal. En die 5. Het moet eigenlijk wel te halen zijn, dacht ik zo. Het eerste boek waar ik het over wil hebben is het boek Wie ik gisteren was. En dat boek is geschreven door Pamela Sharon. En Pamela Sharon ken je misschien wel van het boek De Geur van Groen. Vond ik een ontzettend bijzonder boek om te lezen. En ik vond het boek heel mooi. Het verhaal was bijzonder. Maar ik vond hem wat aan de korte kant en de diepgang miste. Dus ik was ook heel blij toen ik zag dat dit een stuk dikker was. En ik ben hier al aan begonnen. En ik kan je al vertellen dat ik het soms een beetje raar vindt. En dat komt door mezelf. Dat komt niet door het boek. Dat komt door mezelf. Dit hoofdpersoon van dit boek heet namelijk Yara. Ik heet ook Yara. Dus dat is gewoon heel vreemd. Dat is gewoon raar om dat mee te maken. Want mijn naam komt niet zo vaak voor. En Yara wordt vaak Ja genoemd. Als in YA. En dat vond ik gewoon zo raar. Ik bedoel, allereerst, iemand die Sarah heet, zou ook niet Sa heten of zo. En ik word Jaar genoemd. Dus ik vond, ik, oh man, ik zat, ik moest, ik moet er, ik heb er echt veel moeite mee. En dat komt echt door mezelf. Maar het verhaal is super origineel. Ik zal je heel kort vertellen waar het over gaat. Zoals ik al zei, Yara heeft chronisch vermoeidheidssyndroom, ofwel CVS. En haar hele leven bestaat dus uit daar rekening mee houden hoe ze zo efficiënt mogelijk haar dag kan indelen om de dingen te doen die ze graag zou willen doen. Dus bijvoorbeeld naar school gaan of met vrienden afspreken. En Yara raakt verslaafd aan een spel. En dat spel staat best wel centraal in dit boek. Meer ga ik je niet vertellen. Mocht je benieuwd zijn, moet je even hieronder klikken op de link. Daar kun je meer informatie over het boek vinden. Ik vind het in ieder geval heel fijn geschreven tot nu toe. En ik ga dit kwartaal zeker uitlezen. Het volgende boek is een recensie-exemplaar. En dat is het boek Mary John van Anna Pessoa. En ik vond dit boek door het omslag eigenlijk heel bijzonder. En ik had eigenlijk niet zo goed gelezen waar het over ging. Maar ik vond dat het qua blauw en qua tekening, het trok me gewoon heel erg aan. Het verhaal gaat over Maria, die is 16 jaar. En in een lange brief aan haar grote liefde Julio haalt de 16-jarige Maria herinneringen op aan hun kindertijd en biecht ze haar gevoelens voor hem op. Zelfs als ze verhuist naar een andere stad, blijft Julio haar gedachten beheersen. Kan ze zich ooit van hem losmaken? Het is een vrij dun boek, het is bijna 200 pagina's, dus ik denk dat dit boek ook wel vrij snel uit is. Maar ik vind het in ieder geval heel bijzonder klinken en ik ben heel benieuwd wat ik hiervan vind. Het is wat meer literair-achtig, heb ik begrepen. Daar moet je van houden. Het is wel een young adult, maar ja, daar moet je dus wel van houden. Onlangs heb ik een video gemaakt over het boek Het Zoutpad. En die zal ik ook wel even linken hierboven. En ik was helemaal fan van Het Zoutpad. Het Zoutpad is geschreven door Rainer Wynn. Echt een geweldig boek. Fantastisch, origineel verhaal. Ik heb hem ook cadeau gegeven aan een vriendin van me. Mijn schoonmoeder leest hem momenteel. Dus ik ben alleen maar vol lof over dit boek. En toen ik dat boek uit had, en ik dat boek dus voor mijn vriendin ging kopen, dacht ik, oh, ik kan ook wel even het vervolg halen. En dat heb ik gedaan. De wilde stilte van Rainer Wynn. Maar wat gebeurde er vervolgens? Er kwamen weer allemaal andere boeken tussendoor en ik vergat dit boek een beetje. Dus hij lag achter op de stapel. Ik ga je niet vertellen waar dit boek over gaat, want dit is een vervolg. En dat is gewoon niet leuk. Want ik ben bang dat je dan spoilers te horen krijgt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus mocht je benieuwd zijn, ik kan Het Zoutpad echt enorm aanraden. Ik heb er een video over gemaakt. Ik vond het een fantastisch verhaal. Ik zal dit boek wel linken, maar als ik jou was, als je interesse hebt, zou ik doorklikken naar het boek Het Zoutpad. Tenzij je Het Zoutpad natuurlijk hebt gelezen. En ik vertel net dat ik een boek heb gekocht en dat ik dat niet had gelezen. Ik kan me nog herinneren dat ik ook laatst zei in een video over e-books dat ik wat beter moest nadenken voordat ik een boek ging kopen. Maar ik hoor nu alweer een soort patroon en ik ben weer een beetje de fout ingegaan. Ik heb namelijk de afspraak met mezelf dat ik één keer per maand een boek mag kopen bij
de lokale boekhandel hier in Rotterdam, De Donner. En ik zag dat het boek van Alwin Ritst hier uitkwam, Gek van mezelf. En ik was er zo ontzettend benieuwd naar dat ik hem besteld heb en heb opgehaald. Het is trouwens echt een mega zwaar boek en het zit helemaal vol met allemaal kleurtjes. Alwin heeft een angststoornis en hij heeft daar dus een boek over geschreven. En ik vind dat gewoon zo tof dat iemand zoiets neerzet. Tuurlijk is het heel kut dat hij een angststoornis heeft. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik vind het zo belangrijk dat er gewoon wordt gesproken over dit soort dingen. Net als de boeken die Blossomboek maakt. Zoals het boek Drugs van Francine Regelink. En ook nog de andere boeken die verschijnen in diezelfde reeks. Het is gewoon zo belangrijk dat er meer over wordt gesproken. En dat er boeken over verschijnen. Zodat mensen ook die bijvoorbeeld het niet hebben, het kunnen snappen. Of mensen die het wel hebben, er steun aan hebben. Dus ik vind het heel bijzonder dat hij dit boek heeft geschreven. Ik ben er stiekem al aan begonnen. En ik was meteen al verloren geraakt in de eerste 30 pagina's. En dacht, oh, ik moet doorlezen. Dus dit boek wil ik zeker gaan uitlezen dit kwartaal. Want ik ben er super benieuwd naar. Het omslag vind ik ook echt heel vet. Hij heeft dat dus zelf gemaakt, geloof ik. Met zijn vriendin samen hebben ze dat gemaakt. Het is echt super gaaf dat ze dat zo hebben neergezet. En ja, dat boek dus. Ik ben dus ook heel erg bezig met e-books en luisterboeken. En vooral luisterboeken vind ik echt super fijn om te luisteren. Ik heb de laatste weken het best wel druk gehad. Dus ik heb niet heel veel tijd gehad voor een luisterboek. Maar wat ik heel fijn vind is om gewoon naar buiten te gaan en een luisterboek op te zetten. En niet per se op mijn telefoon te appen met iemand of zo. Met een luisterboek in kijk ik ook meer om me heen. En dat vind ik zo ontzettend fijn. Dus ik heb ook wat luisterboeken de laatste tijd geluisterd. En ook een luisterboek op mijn lijst gezet om af te gaan luisteren. En dat is het boek De Beer en de Nachtegaal, geschreven door Catherine Arden. En dit boek heb ik eigenlijk gekozen om het omslag. Want ik vond het er zo mooi uitzien, echt een beetje magisch. En toen ik ook las waar het over ging, dacht ik, dat lijkt me echt een heel mooi boek om te luisteren. En daar ben ik aan begonnen, maar ik heb hem nog steeds niet afgeluisterd. Dus ik heb hem op mijn lijst gezet om echt te gaan luisteren in de komende periode. En ik zal even vertellen waar het over gaat. De Beer en de Nachtegaal van Catherine Arden is een magisch sprookje. In een dorp op het randje van de wildernis in het noorden van Rusland, waar de ijskoude wind blaast en het altijd lijkt te sneeuwen, vertelt een oude min sprookjes over de winterkoning. Verhalen over oude magie verboden door de kerk. Maar voor het jonge wilde meisje Vasya zijn het meer dan alleen verhalen. Alleen zij ziet de geesten rondom het huis die haar beschermen. Alleen zij voelt de groeiende krachten van een duistere vorm van magie in het bos. Een prachtig en wintersprookje vol magie. Ik ben nog niet zo heel ver in het boek, dus ik ben heel benieuwd waar het precies over gaat. Er staan sowieso echt superveel leuke boeken in de online bibliotheek waar ik op dit moment mee bezig ben. Maar dit is er dus eentje die ik echt wil gaan luisteren. En ik heb ook een recensie ervan gelezen, die was heel positief. En ik heb hem ook best wel vaak voorbij zien komen bij andere booktubers, dus ik ben echt heel benieuwd. Maar ik vind het wel heel leuk om mezelf uit te dagen met 5 van zulke boeken. En hoe ik dat dan ga aanpakken de komende periode is dat om deze boeken gewoon op plekken neer te leggen waar ik dus veel kom. Waar ze in ieder geval zichtbaar zijn. Dus ik stop ze niet in mijn boekenkast. Ik leg ze bijvoorbeeld op mijn nachtkastje neer of op de bank. Ligt er een beetje aan. Als ik een boek heb waar ik mee bezig ben, dan ligt die een beetje overal door het huis heen. Maar ik wil eigenlijk de rest van de boeken gewoon op mijn nachtkastje leggen. Zodat ik ze ook elke dag zie en eraan wordt herinnerd dat ik ze moet gaan lezen. En ik vind het super motiverend om te zien dat die lijst dan ook langzaam dunner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat er steeds meer boeken bij komen. Dat heb ik altijd. Want elke maand mag ik een nieuw boek kopen en er komen ook recensieboeken bij. Maar het is ook wel heel motiverend. Ik hoop dat ik er nog veel meer boeken zal gaan lezen in het volgende kwartaal. Het is nu heel laagdrempelig met 5 boeken. Misschien zijn het er veel meer. Ik mag het eigenlijk hopen van wel. Maar het is echt een goede stok achter de deur om gewoon een klein lijstje te hebben. En als ik nou denk, nou dit was wel echt heel makkelijk, dan kan ik altijd nog zeggen dat ik in het derde kwartaal nog veel meer boeken op mijn lijst ga zetten. Maar dat zie je tegen die tijd wel. Als je nog niet geabonneerd bent op Adorable Books, doe dat dan vooral. En ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ben snel weer terug met een nieuwe video. Doei doei!